Er worden in Nijmegen 233 nieuwe bushokjes geplaatst. Geen rode cabines met witte plafonds en flikkerende lichtbakken met posters, maar een variant die beter is voor mens en natuur. De wachtplekken voor busreizigers zullen worden gemaakt van herbruikbare materialen en maken gebruik van LED-verlichting om reclames te belichten om zo energie te besparen. Er kan zelfs een groen dak op wat helpt bij het verkoelen van een stad door middel van fotosynthese. Voor wie het bushokje van de toekomst wil zien, het eerste is al geplaatst achter het Green Capital bezoekerscentrum aan de Voerweg. In de komende maanden zullen de nieuwe geplaatst worden door heel Nijmegen.